Hallo, mijn naam is Bas van Hattem van Trekker Magazine en ik ben hier in Denemarken waarin wij een grote multi-trekkertest organiseren. En een van de deelnemers is deze Nieuw-Holland T7300. Pas geïntroduceerd in 2022, maar hij doet toch nu al mee. Wij zijn heel benieuwd hoe deze trekker ervan afbrengt met heel veel leuke vernieuwingen, waaronder een afstandsbediening. De Nieuw-Holland T7300 is de nieuwste trekker in onze test. En het is tevens het vlaggenschip van de T7-serie van de Long Wheelbase. Oftewel de T7 met de langere wielbasis. De T7300 blinkt uit met een zeer zuinige motor, zo blijkt uit onze metingen. Onder de kap ligt een 6,7 liter FPT motor die tot 300 pk levert, inclusief 20 pk boost. Om alles heel te houden, versterkt de Nieuw-Holland de CVT. Je mag deze transmissie dan ook niet meer vergelijken met die van de vorige T7. Met een gemeten geluidsniveau van 63,9 dBA in het veld en 65,5 dBA op de weg heeft Nieuw-Holland echt de stilste cabine die we ooit gemeten hebben. Gewoonweg indrukwekkend en heel fijn voor de oortjes. De rechterarmleuning is gemakkelijk in verschillende richtingen te verstellen en de rijhendel ligt heel lekker in de hand. Daarentegen heeft de armleuning vrij veel knoppen en is het niet altijd gemakkelijk om de ene knop van de andere op de tast van elkaar te onderscheiden. Er heerste een beetje verdeeldheid onder het testteam wat betreft het gebruik van de hendels en knoppen. De een vindt ze mooi en handig, de ander vindt bijvoorbeeld de afstelling van de hefrichting, bestaande uit een combinatie van knoppen en een scrollwieltje, onnodig ingewikkeld. Ons geteste voorseriemodel van de T7300 bezit het moderne CenterView display dat midden in het stuur zit. Ons advies? Sla deze optie over en ga voor het standaard display gewoon achter het stuurwiel. Dit CenterView display is soms lastig af te lezen, met name als je het stuur kort tegen je aan hebt staan. Het ventilatiesysteem is erg precies, snel en vooral heel stil. En je hebt veel ventilatiegaten rondom de voorruit. De enige uitdaging is het vinden van de sneltoets voor de automatische klimaatcontrole. En dat is een dubbelklik op de max-knop voor de ventilatie op de voorruit. Deze T7300 heeft waarschijnlijk de nieuwste terminal van deze testgroep. Hij heet IntelliView 12, wat sowieso een forse stap voorwaarts is vergeleken met de voorganger. Jammer is dat er wel wat vertraging zat in deze terminal. Nieuw-Holland houdt vast aan een schermindeling volgens de zogenoemde runscreens, wat betekent dat er verschillende hoofdschermen zijn die je volledig kunt aanpassen. Je kunt ze zelfs een andere naam geven en ze zo maken dat ze bij je werk passen. Het idee is goed, de praktijk leert dat het wel wat intuïtiever mag. Het zicht naar de hefrichting is erg goed op deze trekker. Nieuw-Holland heeft ook veel opbergruimte voor pinnen en kogels. Wat betreft het veldwerk is de Nieuw-Holland gewoonweg een hele fijne trekker. De hydrauliekbediening en instelling is heel praktisch en fijn. Je hoeft de ventielen niet apart te activeren en de flippers zijn ergonomisch goed geplaatst en heel fijn in gebruik. Je kunt zelfs elke flipper mechanisch vergrendelen. Leuk detail, de flippers hebben een kleurcode en ze veranderen van kleur als je ze anders toewijst. Ook handig in het donker. Net als in het veld is de cabine stil tijdens transport. Maar de stabiliteit van de trekker laat behoorlijk te wensen over. Achteraf bleek dat er een stabilisatiestang onder de cabine op dit voorseriemodel niet goed was gemonteerd. Nieuw-Holland belooft dan ook dat het niet meer voorkomt op de nieuwe trekkers die nu uit de fabriek rollen. Een pluspunt. De transmissie werkt echt goed. De CVT past zich snel aan en in deze nieuwe T7 heb je zelfs de mogelijkheid om de CVT via allerlei fijnafstellingen helemaal naar je eigen hand te zetten. In de september en oktober uitgave van het vakblad Trekker lees je hoe deze trekker precies presteert ten opzichte van de concurrentie en kan je alle details en aanschafprijzen terugvinden. Voor een aantrekkelijk abonnement klik op de abonneren knop op Trekker Online.